Deze presentatie gaat over de farynx. De farynx wordt in het Nederlands ook wel de keelholte genoemd, maar ook wel de neuskeelholte. En het is het gebied achter neus, mond en de ruimte achter het strottenhoofd. Laten we dus wat verder naar gaan kijken. We zien hier de farynx wat beter uitgetekend. En je moet dus kijken naar het gebied wat ik hier met het pijltje aanwijs. En dit hele stuk noem je dus de farynx. Je verdeelt het onder in een aantal niveaus. Het stukje achter de neusholte noem je de nasofarynx. Het gedeelte achter de mondholte heet de orofarynx. En er is een stuk wat ligt achter de larynx, oftewel het strothoofd. En dat noem je de laryngofarynx. De wand van de farynx, nou, die bestaat uit een musculofibreuze membraan met daarbij een stukje mucosa en submucosa. Nou, mucosa is het slijmvlies, submucosa is het laagje bindweefsel eronder waar we de bloedvaten en de zenuwen in vinden. Een zogenaamde faryngobacillaire fascie, oftewel een laagje bindweefsel die de farynx aan de schedelbasis vastzet. Spieren, zowel in de circulaire als in de longitudinale of lengte richting. En een fascie waarbij de farynx vastzit richting het mondgebied. Nou, we zien dan dat de buccopharyngeale fascie, oftewel het stukje fascie waarmee de farynx richting de mondholte vastzit, dat die is gescheiden van de prevertebrale fascie door middel van een kleine ruimte die eigenlijk min of meer virtueel is. En die virtuele ruimte noem je de retropharyngeale ruimte. Nou, de retropharyngeale ruimte, ja, normaal gesproken zelf is een virtuele ruimte, dus normaal gesproken bestaat die niet. Erin zit losmazig bindweefsel en aan de bovenkant is hij gesloten door de schedelbasis en naar opzij toe door de fascia carotica, oftewel het laagje bindweefsel wat rond de carotis ligt. Naar beneden toe is die open, richting het bovenste deel van het mediastinum en doordat dit laagje bestaat met losmazig bindweefsel ertussen, zie je dat er bewegelijkheid mogelijk is van de farynx, larynx, trachea en de slokdarm tijdens het slikken. Wat we hier zien is de schedelbasis en het is een beetje lastig te zien, maar ik zal het met het pijltje verder aanwijzen, is hier de lijn waardoor de farynx bevestigd is aan de schedelbasis. En we zien dan ook bij de tekst staan aanhechting van de faryngeale fascie. Ik zal hem hier nog een keer aanwijzen. Je ziet hem hier dus vastzitten aan de lamina medialis van de proces pterygoidea. Vervolgens dan hier langs het pars petrosum de clivus en aan de andere kant irendito. Hier zien we hetzelfde eigenlijk nog een keer, maar dan op een ander soort tekening. En het aardige is dat je natuurlijk hier deze blauwe structuur ziet. En die blauwe structuur is de buis van Eustachius. En de buis van Eustachius is voor een groot deel omgeven door kraakbeen. En zoals je waarschijnlijk weet, mondt de buis van Eustachius uit in de nasofarynx. We zien hier de farynx van achter gezien, dus feitelijk sta je achter in de farynx en je kijkt naar voren, zodat je hier dus ook de neusholte ziet. Nou, de openingen aan de achterkant van de neusholte noemen we de goanen. Vervolgens zien we hier het zachte verhemelte, oftewel het velum. We zien hier de uvula, oftewel de huig. En dan hier de tongbasis. En ook daar bevindt zich een tonsil, net zoals in het dak van de neusholte, de neusamandel en de kelamandel. En dit wordt ook wel de tongamandel genoemd. Het strottenklepje, oftewel de epiglottis. En let ook even hierop dat er een plooi is aanwezig ter weerszijde van het strottenhoofd. En dat noemen we de recessus piriformis. En de recessus piriformis is het gebied waar langs eten en drinken ook kan glijden bij een gesloten epiglottis richting de oesophagus, waar we uiteindelijk dan hier aan zijn beland.
Nou, de spieren van de farynx bestaan uit twee verschillende types, namelijk constrictorspieren die kunnen samentrekken en elevatorspieren die de farynx kunnen optillen. Nou, beide spiergroepen zijn natuurlijk actief, met name tijdens het slikken. De elevatorspieren tillen de farynx op en constrictorspieren spannen van boven naar beneden achtereenvolgens samen om eten, secu, drinken richting de slokdarm te transporteren. Constrictorspieren verdelen we onder in een bovenste, een middelste en een onderste, oftewel de musculus constrictor pharyngeus superior, is synoniem voor de spierwand die je aantreft in de nasopharynx. De musculus constrictor pharyngeus media, synoniem voor de spierwand die je aantreft in de oropharynx. En de musculus constrictor pharyngeus inferior, synoniem voor de spierwand in de laryngopharynx. De spieren die kunnen opheffen heten dus elevatorspieren. Nou, we zien dan dat dat vastzit aan de dat de stylofaryngjes zijn, de palatofaryngjes en de salpingofaryngjes. De stylofaryngjes vastzittend aan de processus styloideus van het os temporale en dan naar de pharynx toe. De palatofaryngjes vastzittend aan het palatum, oftewel het verhemelte. En de salpingofaryngjes die vastzit ook weer aan de processus styloideus. We zullen zo direct eens verder kijken. We zien hier in ieder geval de musculus stylofaryngeus, die in staat is om de pharynx te heffen. En vervolgens zien we dan ook de spierlagen in de oropharynx, oftewel de musculus constrictor pharyngeus superior, en hier de musculus constrictor pharyngeus inferior. We zien hier de aanhechtingen van de constrictoren, oftewel de samentrekkende spieren. De bovenste, nou, je ziet dat dat vastzit deels aan hier de processus pterygoideus richting de mandibula. De middelste richting het os hyoideum, oftewel het tongbeen. En de onderste naar de zijwand van de larynx. Hier zien we de pharyngeale spieren van achter gezien. We zien hier weer de musculus stylopharyngeus, een van de elevatorspieren. We zien hier de bovenste constrictorspier. We zien de onderste constrictorspier en de middelste constrictorspier. Let ook even hierop op de palatopharyngeus, die deel uitmaakt natuurlijk van de verhemelte boog en feitelijk de achterste verhemelte boog is. We zien hier ook de musculus salpingopharyngeus, die ook hier weer vastzit en samen gaat lopen met het musculus palatopharyngeus. De spieren van het velum van achter gezien. Nou, van achter gezien, even ter oriëntatie, kijk dus weer naar voren richting de neusholte en de tongenmandel en hier de epiglottis. En wat we hier zien zijn dan de elevatoren, de salpingopharyngjes, de palatopharyngjes en de stylopharyngjes. Wat je ook hier heel mooi ziet is de musculus uvulae. We zien hier ook de tensor veli palatini en de levator veli palatini. De pharyngeale spieren van opzij gezien. Dus nogmaals dan de bovenste constrictorspier, de middelste constrictorspier en de onderste constrictorspier. En dan pas ter hoogte van het ringkraakbeen, en die zit er ongeveer ter hoogte van C4, zien we de overgang van de pharynx naar de slokdarm, oftewel de oesophagus. Hier een achteraanzicht van de pharynx. En wat hier ook bij getekend is, dat zijn dan de relatie met de bloedvaten. Nou, we zien hier natuurlijk dan de vena jugularis interna, de arteria carotis. En wat we hier wel getekend zien aan de andere kant niet, is de nervus
vagus aanwezig en het uitgebreide netwerk van hals-lymfeklieren rond de vaten en die ook dus zorgen voor de lymfogene afvoer vanuit de farynx. Hier de structuren die je kunt vinden in de diverse delen van de farynx. Als je kijkt naar de nasofarynx, vinden we daar in het dak de neusamandel, oftewel het adenoïd. We zien hier de opening van de buis van Eustachius. En de buis van Eustachius is normaal gesproken dicht. En bij het aanspannen van de velumspieren dat het opengetrokken wordt. We zien hier dan de musculus palatopharyngeus en aan de voorzijde, is een beetje op het overgangsgebied tussen de mondholte en de oropharynx, vinden we de tonsilla palatina, oftewel de kelamandel. Hier nogmaals de aanhechting van de pharynx en de relatie met de buis van Eustachius die uitmondt in de nasopharynx. We zien hier de bloedvoorziening van het pharynxgebied. Let even op met de relatie met de grote vaten. We zien hier de arteria carotis communis, splitsend in de carotis interna en de carotis externa. En veel van de bloedvoorziening van de pharynx zal afkomstig zijn van zijtakken van de arteria carotis externa. Wat je ook mooi ziet op deze plaat is de relatie met de nervus vagus, want immers de arteria carotis, nervus vagus en de vena jugularis interna lopen altijd gemeenschappelijk ter weerszijde van de pharynx in de halsstreek. Hier zien we de veneuze afvloed van de pharynx en het enige wat ik hier nog wil wijzen is dat er een veneuze plexus ontstaat in het pterygoïdia gebied die ook zorg draagt voor veneuze afvloed uit het nasopharynx-oropharynx gebied.